YouTubers en YouTubies. Dit klinkt alsof ik een heleboel scheermesjes heb geslikt. Dat heb ik dan ook gedaan. Ik heb mijn wetenschap verloren en dan klink ik als een of andere heester Henkie. Ik lijk net Ross uit Friends. Wat misschien ook wel een beetje grappig is. Ja, oké, genoeg hierover. Gisteren zat ik een beetje op internet te surfen toen ik ineens verschillende berichtjes kreeg dat Spanje doping zou hebben gebruikt op het WK 2010. Op het WK 2000... Ja! Op het WK 2010 is het dus zo gebleken dat Spanje doping zou hebben gebruikt. Dat zou willen zeggen dat in de finale Nederland zou moeten winnen omdat Spanje gedisqualificeerd zou moeten worden omdat zij drugs gebruikt hebben. Mijn vraag hierover aan jullie is, wat is jullie mening hierover? En waarom is dit nu pas bekend? Wat is dit nou nog zo snel mogelijk na het WK bekend was? Dan hadden we misschien er nog aan kunnen denken van we zijn kampioen. Maar nou is dat helemaal niet meer van de orde. Omdat wij het nou niet meer kunnen zijn. En mijn stem die klinkt als een of andere muis. Ai, ai, ai. Oh, oh, Den Haag. Die mooie stad achter de duinen. Ja hoor, het zal ook wel weer niet. Een Hagenaar in het nieuws. Hebben we net Oho Den Haag gehad. Is er nou weer een Hagenaar in het nieuws? Omdat hij met een hakmes op zijn vriendin heeft staan inhakken. Je kan het zo gek nog niet bedenken. Of het gebeurt gewoon. Een Hagenaar. Is het nou een Hagenaar of een Hagenees? Heeft op zijn 53-jarige vriendin met een hakmes op zijn achterhoofd staan inslaan. Excuses, op haar achterhoofd. Toen de man en de vriendin rond een uur of half zeven lekker wat eten aan het koken waren samen gezellig, kregen ze ruzie. Is dat nou normaal? Ben je gezellig aan het koken, krijg je ruzie. Wilde hij misschien niet de rijst aangeven? Omdat hij liever Bami wilde? Ik weet het natuurlijk ook niet. Maar ze kregen een dusdanige ruzie dat het een beetje uit de hand liep. De dochter die wilde ertussen springen, werd een paar keer weggeduwd. En vervolgens pakte de man een kapmes en begon in te hakken als een dolle op het achterhoofd van zijn 53-jarige vriendin. Waarop vervolgens de dochter in paniek naar buiten rende. Nou is mijn vraag aan jullie, wat vinden jullie nou van deze situatie? Nou heb ik het in mijn vorige filmpje gehad over een pedofiel en een gijzelaar, een 17-jarige gijzelaar, die met twee zwaarden überhaupt nog wel binnenkwam vallen bij een kindercrash en 20 kinderen van 4 tot 6 kwam ontvoeren, gijzelen. Ja, en vervolgens lees ik nou dit bericht waarin een Hagenaar een mes pakt om zijn 53-jarige vriendin achter op het hoofd in te hakken. Ik ben gewoon even de weg hier kwijt. Net zoals mijn stem overigens. Oh god, dit wordt oké. Nou, laat in ieder geval jullie reactie. Let alsjeblieft je reactie achter. Wat jij hier nou van vindt. Want een beetje te achterlijk voor woorden begint het wel te worden. Die Hagenaar die wil natuurlijk net zo bekend worden als de Oho Den Haagers. Maar dat gaat niet gebeuren op deze manier. Ik wil jullie alvast hartelijk bedanken over jullie reacties. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. Mocht je ziek zijn, of ook ziek zijn, of nog ziek gaan worden, alvast veel beterschap. En zoals ik altijd zeg, vlog on. Oh ja, zoals ik net dus al zei, ik heb nou weer mijn kanaal Live Good Try Better geopend. En als je hier op het scherm klikt, dan kom je daar op het kanaal terecht. Is dat niet lachen? Eminem, Eminem, Shazam! Verrotte stem! Doei!